Breda Nu. Je weet het meteen. Laatste tijd horen we mensen veel zeggen dat ze last hebben van de kerststress. Maar is dat wel zo nodig? Nee, ik niet. Ik vind het wel een gezellige tijd. Alleen jammer dat het glazen huis nou dit jaar niet hier in Breda staat in de buurt, dat je daar naartoe kunt makkelijk. Nou, eigenlijk niet. Ik ben helemaal niet een stresspersoon. Dus ik regel altijd alles heel goed van tevoren. En we gaan eigenlijk met de dagen altijd een beetje lekker uit eten. Dus alles wordt eigenlijk uit handen gegeven. Nee hoor. Waarom zou ik stress hebben met kerst? Nee. Ik ben niet zo commercieel ingesteld. Als ik een lekker boterhammetje heb en mijn melkmaaltje, vind ik het dat best hoor. Ik hoef geen kalkoenen en die toestanden allemaal. Ik heb er absoluut geen last van. Nee. Ik ervaar dat totaal niet. Daarnaast, ja, thuis vieren we wel kerst met een simpel cadeautje. Dus zoveel stress ervaar ik niet op dit moment. Nee, ik heb zelf ook heel veel met kerst zelf. Okay, ja. Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niks. Nee. Lekker kerst houden en lekker eten, s'avonds, wijntje erbij. En dan heb je nooit geen stress. Ja, dan komt het allemaal goed. Ja. Behoorlijk. Vandaar dat wij nu in de stad zijn. Echt waar, joh? Mm-hmm. Om kerstinkopen te doen. Maar vooral natuurlijk kleding, hè? Nee, voor nodig. Mooi kerstboompje in huis. Gezellig met vrouwtje, vind ik het al lang goed. De kindjes komen. Ja, wel een beetje. Ja. Misschien wel een beetje stress met cadeautjes kopen, dat is altijd last minute. Maar ook dat gaat goed komen, we hebben nog een paar dagen. Dus dat is eigenlijk het enige waar we af en toe een beetje om stressen. Maar voor de rest valt het wel reuze mee. Heel belangrijk. Goede outfit, mooie schoenen, daar komen wij voor. Breda Nu. Je weet het meteen.